Ja, gefeliciteerd met deze tweede plaats. Toch leek het tot zijn anderhalve ronde voor het einde dat jullie onbedreigd op weg waren naar de zege. Wat gebeurde daarna? We hebben goed gecommuniceerd onderweg, zodat dat we als groep bij elkaar bleven. En misschien hebben we iets te snel door het verleden iets te snel hoog geroepen, waardoor we dan iets te veel inhielden. Achteraf gezien denk ik dat we met het werk van handje op de rug, dat we wat meer snelheid hadden kunnen behouden en daardoor de laatste ronde ook wat meer snelheid kunnen hadden en hebben. Maar al met al denk ik dat we een goed... Ik wou net zeggen, het marcheren toch goed verder? Ja, al met al denk ik dat we heel goed gereden hebben. Vooral heel goed als eenheid, als groep gecommuniceerd en gewerkt hebben. En daar kunnen we heel erg verder mee. En dat was eigenlijk de belangrijkste les van vandaag. En ik denk dat, dat die les geslaagd is. En het is allemaal een stukje beter worden. En de communicatie gaat nog iets beter. En we rijden wat vaker met elkaar. Dan denk ik dat het dit jaar bij een week afstand al een ander resultaat kan zijn. Het is al vroeg in het seizoen, maar dit lijkt ook de meest logische samenstelling, hè? Ja, op dit moment wel. Ik bedoel, wat je zegt, het is vroeg in het seizoen en we moeten nog zien hoe het seizoen loopt. Maar op dit moment is denk ik dit wel de samenstelling die het verste komt. Dan nog maar heel even die 1000 meter. Je werd 11e. Ja, gisteren die fantastische zege op de 1500 meter. Waar zetten we dan die 1000 meter neer? Ja, die 1000 meter die zetten we in het rijtje rennen in plaats van schaatsen. Dat was het typische geval van ik wil heel graag, maar ik vergeet even hoe het moet. En ik was bij de start wel gretig en wou graag laten zien na vrijdag en zaterdag. Alleen ik was denk ik iets te gretig, waardoor ik even vergat dat je om snel te schaatsen wel moet blijven schaatsen en niet alleen maar moet rennen. Dus het was technisch gewoon een hele slechte race, echt een off-race. En het was allemaal naar achter in plaats van dat het zijwaard was en raak. En we hebben snel in de prullenbak gegooid, streep eronder en die ploeg had volgens van net een beter gevoel. En, al met al natuurlijk een heel mooi weekend met één uitschieter naar beneden. En hopen we om dat volgende week weer te revancheren in Astana.